We zijn vandaag Eiland Oost, gelegen in Friesland, samen met de firma Kuipers Stichting Weideleven aan het persen. We proberen hier zoveel mogelijk goede balen vanaf te halen. Dat doen we vervolgens met deze machine, die ons zeer goed bevalt en via de firma Kuipers is geleverd. Daarnaast maken wij gebruik van meerdere trekkers, allemaal MF. En we zijn er zeer tevreden over en denken in de toekomst ook over om meer daar gebruik van te maken. Weideleven is een partij wat zich inzet voor biotoopverbetering voor de natuur. Dat houdt in dat wij kijken naar zowel vogels als dieren als insecten. Daarnaast hebben wij een commerciële activiteit om onze stichting te kunnen funden, als het ware. En daarvoor verkopen wij hooi en kuil aan derden. En ja, in principe zijn wij voor dit jaar eigenlijk alles al kwijt. We zijn begonnen met 10 hectare in 2018. We tikken nu de 500 hectare aan op dit moment. Het streven is om volgend jaar te verdubbelen. Daarvoor zijn wel gesprekken gaande. Maar ook meer de samenwerking te zoeken met natuurorganisaties als het Fryske Gear, Staatsbosbeheer of de provincie. Om meer te doen tussen de natuurorganisaties en de agrariërs. Nou ja, wij zijn vooropgesteld geen boer. We hebben geen vee. Wij maaien het terrein puur voor de verkoop van de vrucht. En in het voor- en najaar maken we het gereed voor zowel het voorjaarperiode als de winterperiode. Zodat de vogels de ruimte hebben om in een goede omgeving te kunnen broeden. Het is meer dat wij kijken naar wat heeft een dier, vogel, beest nodig. Om een goede slagingskans van vermenigvuldiging te hebben. Dan zeggen van we hebben een stuk land en we zien wel wat het wordt. Dat is het verschil. Wij als stichting van de verkoop die wij doen van alle hooi- en kuilbalen en kleine hooipakjes, vloeit allemaal rechtstreeks terug weer in de stichting. We zijn een stichting, dus we moeten onszelf bedruipen. En daar kopen wij of land of machinerie voor om onszelf weer verder uit te bouwen in de provincie Friesland, vooralsnog.